pakketje, wat er dus al zijn. Ja, nou, dan gaan we hem openen. Ik weet wat het is. En ik hoop dan dat jullie weer een beter beeld gaan krijgen. Want ook vandaag ga ik namelijk... Zo, en nu wil ik graag van jullie weten wat jullie nu mooi vinden. Of deze gezicht met make-up. Goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick, Roderick en Karin, ja dat zijn wij. Het is vandaag woensdag 4 augustus 2021 en het is nu 9:50 in de ochtend. Ja, yeah. En wat we allemaal gaan doen? Ja, Roni moet werken, dus jullie hebben dat met mij alleen te doen. Ik heb hier een lekkere mozzarella, daar ga ik eerst nu van genieten. En ik zou zeggen, heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, mijn mozzarella heb ik al op. Ja, en net kwam de bezorgdienst hier, want ik had een pakketje besteld. En ik heb er niks voor betaald. Nee, ik word er ook niet voor gesponsord. Maar, ik heb laatst heb ik een telefonische vragenlijst gehad over de Belastingdienst. En daarvoor heb ik dus een cadeaubon gekregen. Dus ik ga deze gezellig met jullie uitpakken. Ja. Dus ik ga jullie even op mijn statief neerzetten. En dan ga ik deze inderdaad met jullie uitpakken. Pakketje, wat er dus al zijn. Ja, nou dan gaan we hem openen. Want ik weet wat het is. En ik hoop dan dat jullie weer een beter beeld gaan krijgen. Want ook vandaag ga ik namelijk autorijlessen. Zo. Wat zal hierin zitten? Een groen doosje, ja, dat klopt. Zou rood dan eens zeggen ook, hè? Ik krijg een beetje rode en roze grapjes, jongens, denk ik. Nee, maar er zit deze mooie jongen in. Ik heb deze besteld. Want hij kan 360 graden draaien. En hij is voor, nou een hele goeie. We gaan het even bekijken of hij in deze ding past, mijn telefoon. Anders mag hij gewoon weer terug. Want op de computer zei hij dat deze dus speciaal voor deze telefoon was. Maar nu ga ik kijken. En nu zegt hij dus dat dat niet zo is. Dus ik ben benieuwd. Of dat wel of niet zo is. Hela. Niet doen. Is niet goed voor jou. Om zo te gaan bijtullen. Nee. Nou, het is zo'n dingetje. Deze kan je dus op je dashboard doen. Plakken. En deze dus op je raam. Die ook echt gewoon vast. Nou, we gaan het even meemaken. Ik ga even passen met deze. En dan hoor ik het zo wel van mij. Ja, hij zit dus nu in de houder van de Belkin. Ja, deze telefoon past. Want hier staat heel veel dingetjes op voor welke telefoon hij bedoeld is. Zoals je kan zien. Maar hier in dit rijtje staat dus geen Samsung Galaxy S20 Plus Ultra. Nou ja, plus niet, maar Samsung Galaxy 20 Ultra.
Die plussen en die moet ik er nooit bij zeggen. Maar oké. Ik weet niet waarom. Maar nee, maar dat staat er dus niet op. Maar hij past er wel in. Dus. En hij, ja, hij is gewoon, ja. Ik kan bewegen, hè, wat ik doe. Zoals nu. Kijk, ik doe gewoon even op de kop. Kijk, hartstikke mooi. Zo, maar hij glijdt er niet uit. Oh ja, yeah. Of niet. Even kijken hoor. Ik ga gewoon even checken. Nee. Hij glijdt er niet uit. Ik was er even bang voor. Maar nee. Dus, ja. Ik, ja, sorry voor deze rare beelden. Ik snap dat je er een beetje zeeziek van kan gaan worden. Maar ik wou het gewoon even uittesten. Dus samen met jullie. Maar hij blijft er gewoon mooi netjes in zitten. Met alles wat ik doe. Ja. Nou, ik ben er blij mee. Hey. Ik ga hem dus vandaag uittesten in de rijlesauto. Ja. En het is lekker fris. En waarom is Rome mee met de fiets? Nou, dat weten jullie. Mijn lieve schat moet zo meteen werken tot en met 10 uur. Dus tot laat, zegt hij. Dames, kom maar. Dus ik vroeg even nog of hij gezellig mee wou voordat hij dus naar zijn werk gaat. Daarom heeft hij dus ook zijn fiets mee. Gezellig, hij schat. Ja. Jutty, blijf je hier even, liefie? Jutty? Jut, hier blijven. Goed zo, meisje. Dus ja, wij gaan nog even lekker lopen en dan zien jullie mij straks alweer. En Ro weer vanavond of zo, of morgen. Eens even kijken welke make-up, want ik heb nou een rood-roze zwart dingetje aan. Dus ik ga gewoon weer wat make-up op doen. Dat vind ik gewoon af en toe leuk. Ja, waarom niet, joh? Niet zo moeilijk lopen doen, toch? Nee. Een beetje oranje. En zo vaak doe ik geen make-up op. En dat weten jullie ook. En nu vind ik het even een keertje grappig. En toen had ik wat in mijn oog, is ook niet handig. Ik moet ook een beetje kriebelen. En zo, en ik moet het gewoon wat vaker doen, ik weet het, I know. Maar dat komt wel goed, ja hoor. Alleen ik moet het een beetje leren, want zo vaak doe ik het gewoon niet, zoals jullie weten. Nou, en dan doe ik gewoon weer mascara op, meer niet. Nou, en dit is gewoon goed, dus ja, hè, ja. En ik heb een beetje muziekachtergrond aan, een beetje hard, maar... Ach ja, wie doet me wat? Helemaal niemand. Ik heb nou geen bovenburen boven me. Ik heb geen onderburen. Ik heb alleen mijn huisburen en mijn buurvrouwtje. Die vindt het ook niet heel, altijd heel erg. Als het maar niet de hele dag is. Nou, en dat is het ook niet. Dus ja, dan, dan is het gewoon lekker zo. Dus ja... Waarom ook niet? En ik denk dat ik auteursrechtenclaim ga krijgen. Maar oké. Okay. Dus dit is even eigenlijk mijn deel van het opmaken. En ik ga mijn haar nu even drogen. Misschien dat ik ook dat ook nog even gelijk doe met jullie. Hartstikke mooi. Kijk, doe ik het zo. Hartstikke fijn. Hartstikke mooi. Hartstikke mooi. La 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 la. Patapatapatoe. 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 Ta ta ta. Ja.
dat? Zo, ik sta nu even lekker op het balkon. Ik heb mijn make-up gedaan zoals jullie net hebben mogen kunnen zien. Zo snel ben ik dus eigenlijk. Eigenlijk moet ik wat vaker doen, ik weet het. Gewoon even alleen oogschaduw en wat gewoon een beetje, ja, mascara. Ik weet het, zie ik er beter uit. Maar echt, en mijn hele en gezicht onderpoederen, nou nee, daar ben ik niet zo van. Gewoon echt van, ja, kijk, oké, ik doe het wel, maar dat doe ik alleen met fotoshoots. Dan wel, maar anders doe ik het echt gewoon totaal niet. Helemaal vol poederen. Nee, zelf ben ik daar helemaal niet van. Maar kijk, net zoals nu, een buisje. Nou, en iedereen heeft dat. Ik ook. En dat mag gezien worden. Dus ja. Dus ik heb even lekker gedoucht. Lekker. Ik sta dus nu lekker op balkon. Ben ik ook helemaal blij mee. Lekker balkon. Lekker. Dus ja, het is nu nog een half uurtje ruim wachten. En dan mag ik auto rijden. En ik heb nu, hoop ik, een nieuw dingetje wat jullie hebben kunnen zien. De dierenvoedselbank loopt ook af. Einde maand september. Want dus ja. Maar ik heb een roze op zijn werk. Mijn buurman is er niet. Dus ja, hè? Dan maar eventjes met de lesauto daar naartoe. Dus komt helemaal goud. Komt helemaal goed. Dus het gaat wel steeds stukken beter. Zo. En nu wil ik graag van jullie weten wat jullie mooi vinden. Of deze gezicht met make-up. Of zonder make-up. Ik heb nou ook oorbellen erin wat er een beetje bij matcht. Maar dat zou ik heel graag van jullie willen horen, willen lezen, willen zien. Of ja, jullie kunnen me ook volgen op Instagram. Dat is Dolfijntje. En dan twee keer x'jes. Ik zou zeggen, stuur mij daar eventjes een DM op. Want misschien kan ik daar ook weer van leren. Ja, je weet het niet. Dus ja, het is altijd wel handig om dat eventjes te weten. Dus ik zou zeggen, stuur mij eventjes een DM. En dan komt het helemaal goed. Kijk, dit liggen. Oh, wat lief. Waar is er? Kom dan op de bank dan. Nee, kom. Naar buiten, kom. Nee, ik heb niks. Jammer, joh. Hé, Drak. En waar gaan we naartoe? Naar mijn grote vriendinnetje. Kijk eens hier. Hi, meisje. Hi, kind. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Hé, alsjeblieft. Je verhaalt als een jekko. Kijk, mensen. Doe alleen even dit. De leiding. Alleen maar dit. Eens kijken hoeveel haar er vanaf komt. Ik zal ze eventjes haar even deze even goed gaan kammen. Moet je eens kijken. Alleen maar lady hier. Top. Hé? Alleen maar lady, hè? Ja, dat is vies. Maar ja, doe ik even die kant. Zo. Hé? Dit. Jij bent lief hoor. Kijk, het liggen dan. Zo lief. Hé, lovely. Nou, dan maar allebei gaan staan. Ja, is handig. Nou, ik ga nog even weer even dat kijken. Helemaal geweldig. En daarna ga ik lekker naar de bank verhuizen. Moet je dit lekker zien liggen dan ook. Hè? Ja, veel lichte vent. Nou, ik lig dus weer even lekker op de bank. Lekker een filmpje aan het kijken op Netflix. En dit is ook wel weer een hele goede Just Say Yes. Ja. En ja, ik vind hem leuk. Voorheen in 2015 had ik dit echt niet hoeven kijken. Want dan was ik al gelijk zoiets van, hoef ik niet te kijken. Maar nu dat ik wel getrouwd ben en even kijken, 18... Al bijna 3 jaar, ja. Dan, ja, ik vind het nog steeds leuk. En ik moet even het een en het ander ook nog met mijn schoonvader gaan bespreken. Even kijken of hij dat iets leuks vindt of niet. Maar ik heb wat in de planning. Heb ik ook al met Roof over gehad. Dus, ja. Yeah.
kan allemaal niet zo heel veel over vertellen. Want ik weet niet of het doorgaat. Dus, moi. We gaan het meemaken. We gaan kijken. Ik weet het niet wanneer. Dus ja. Maar als het doorgaat, krijgen we het zeker te horen. Zeker. Zo, telefoon even weer op zijn station teruggebracht. Ik ga deze weer terugleggen in de kast waar Ro hem vandaan heeft gehaald. En dan denk ik dat Ro er zo ook wel weer aan komt met de hondjes. Of dat hij al in het traphuis is. Ja, dus en toen. Ja, dus en toen. Of hij is al in het traphuis. Of hij komt er zo nog aan. Hij was namelijk lopen en met de hondjes. Ja, precies, even lopen met de hondjes. Ja. Dus dat zeg ik. Dus of hij is nog aan het lopen dat hij de zon aankomt. Want ik hoor ook niks in het. Ook niks in de gang en ook niet in de trap. Trappenhuis. Dus, en ik was even met de vlog bezig, maar die is bijna klaar. Ik moet alleen nog even de intro doen en dan kan die ook weer renderen. En die komt dus alweer voor 10 augustus online. Dus ja. Dus, en maar dan hebben jullie die al lang al bekeken. Dus dat scheelt weer. Dus ja, gaat lekker. Zo, nou, ik zit eventjes lekker op mijn hurken. En ik zie dus Ro al aankomen, daar aan die kant. Dat doet zeer. Ik moet jouw nagels in gaan knippen, schat. Auw. Dat doet zeer, jouw nagels. Dat doet zeer. Ik moet jouw nagels weer even knippen, schat. Ja, ik moet jouw nagels in knippen. Hé, ik ben hier. Ik ben hier. Ja. Hi. 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 Ben ik zo lief dan? Hm? Nee, zeg maar, ik krijg nooit aandacht. Hè? Nee. Nee, precies, dat dacht ik al. En wie komt daar aangelopen? Dat is mijn lieftallige man. En met mijn 3 andere schatjes. Hi schat. Ja, ik ga jullie onwijs bedanken voor het kijken naar deze leuke vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En laat een leuke reactie achter. En dan zien jullie mij morgen weer bij een gloednieuwe vlog.